Vandaag werd voor de 10e keer de voordrachtkrieg in Franekera deel gehouden. 420 kinderen die luisterden naar een grote variatie aan voordrachten. De afgelopen weken hebben de kinderen op school les gehad in dichten. Het resultaat is een kalender met zelfgemaakte gedichten. En deze werd maandagmiddag aan alle kinderen uitgedeeld. Natuurlijk wilt u weten wie uiteindelijk de voordrachtkrieg heeft gewonnen. En de eerste prijs, let op! Eva Noordman! Lietse Lieske is een vanke. Krikt als jij en krikt als mij. Maar zij wil altijd snoepje. Kunnen je me daar nou bij? Als hij met mijn kinderen thuis is en er is niemand die het zocht, zit Lies stiekem ter de dronkens. En een jim dat van haar tocht? Een paar koekjes, een half assuurtjes, draaien repen, fieten erop, een stuk koek en wat nietsjes. Lieske eet het lekker op. Dan krijgt mij met in de gaten. Mimme merken alles, hè? En ze denkt, ik zal daar wel krijgen. Dit lap Lieske mij net weer. Mim die bakt dan vieze koekjes. Van mol, mijn pieper en goed zand. Die docht ze dan in tronk. Dus zin of Lieske daar van houdt. Alle oren snobbes dingen, zet mem ze lang in de oors. Als Lies dan werd naar de kasteel, stiet dat tronken van haar noos. Lieske denkt, ha, lekker koekjes. En ze neemt de hap eruit. Maar oh, bah, oh, jakkes, jakkes. Ze spuit alles wat weer uit. Daar is mem, wat maakt die laatje? Ze hier om een hoekje stien. Twee een goede les voor Lieske. Het snopje wie doet samen dien.